Welkom allemaal. Ik denk dat we met de Civicali vandaag weer een maandbouw bereikt hebben. Dat heeft even geduurd, alles zit niet mee. Maar dat hoort bij het spel. De lange wachten heeft nu toch daartoe geleid dat we langzamerhand in een fase terechtkomen dat we nu naar de toekomst gaan kijken. Dat betekent dat nu ook die startfase van de bouw dus heel goed in zicht is. Waarin ook nu besluiten kunnen worden genomen voor de naaste toekomst. Met name ook voor de, het opbouwen van de teams die straks die Silicon Valley moeten gaan runnen. Dat neemt de nodige sources ook in beslag om A, de mensen te vinden en B, het tijdmatig voor elkaar te krijgen. Dus hoe eerder wij kunnen beginnen, des te beter het eigenlijk dus is. Desalniettemin zijn we dus daar al driftig mee bezig. Wereldwijd is die Silicon Valley inmiddels wel bekend. We hebben daar genoeg publiciteit aan gegeven. Het is ook in de kringen waarin wij actief zijn, in de scheepsbouw en de, nou, zeg maar de industrie, heeft dat al de nodige aandacht gekregen. En het wordt denk ik ook bij een groot aantal klanten van ons zeer gewaardeerd dat wij die stap doen om dat kenniscentrum op te gebouwen, omdat het in de praktijk dus nog wel een beetje ontbreekt. Nou, dat tijdstip is nu in een nieuwe fase gekomen, dus vandaar dat we hier allemaal aanwezig zijn om een handeling te verrichten, om eigenlijk nu eens een keer goed los te gaan en de bouwkist er rond in te krijgen. Mag ik wat zeggen? Ja, dankjewel meneer Beelen. Beste Hans, het is altijd bijzonder om hier te mogen zijn. Het is vandaag wel iets warmer dan normaal. Ja. Niet alleen buiten, maar ook hier binnen. Maar het is altijd fijn om hier te zijn en zeker als we zeg maar weer een volgende fase bereikt hebben. En dat hebben we bereikt. Ik ga vertellen, het heeft hier wel een wat langer geduurd dan normaal. Het probleem is dat we, geen probleem, misschien wel een probleem, maar wij hebben een bepaalde afspraak gemaakt. De gemeente verkoopt grond, hebben we tijd geleden al gedaan. Alleen wij moesten nog zorgen dat de gebouwen gesloopt zouden worden en hetgeen wat mogelijk in de grondstad verwijderd zou gaan worden. En dat, dames en heren, heeft toch nog iets langer geduurd en heeft iets meer gekost, moet ik helaas bij je zeggen, dan dat er voort ingeschat had. Maar als we aan de voorkant hadden geweten dat ik deze kost heb meegebracht, hadden we het nog gedaan. Want het is en blijft een fantastische ontwikkeling, zeg maar, hier voor Aalten, voor de Achterhoek, voor Gelderland, voor Nederland, misschien wel voor Europa. Ik denk dat hier over een paar jaar een bedrijf staat waar iedereen zo apetrots op is. Dat het echt het plaatje is zeg maar, waar iedereen eigenlijk bij wil horen. En dat we daar in gezamenlijkheid hier een begin hebben gemaakt, is natuurlijk hartstikke fijn. Het is een soort overdracht van de grond. De grond is al overgedragen, maar nu zeg maar, ook schoongemaakt en zo gemaakt dat het gebouwd kan worden. En vanmiddag zijn we, voordat we hier naartoe gingen, nog even langs de locatie gereden. En we hebben nog het laatste stukje grond, en dat is een puin. Maar helaas, dat staat er ook nog wel wat in de grond. Hier is asbestvrij inmiddels. De puin ligt er bovenop, dus het kan heel makkelijk weggegooid worden. En we hebben er geen boerderijen gestopt. Want dat zit onder de grond. Er zitten twee boerderijen daar onder de grond, op die plek. Dus het is historische grond. Dat geeft ons ook weer wat extra kosten en problemen. Maar we hebben het wel in kaart gebracht en het blijft voor de eeuwigheid. Daar liggen, want dit bedrijf gaat daar voor de eeuwigheid, naar mijn mening, fantastisch zaken doen voor deze regio. Dus ik wil u met de, misschien oneerbiedig, maar aan de andere kant, het is wel het laatste restje, het laatste restje puin wat we hebben, dat zou ik nu graag, dat willen we behandelen. En dan komt, als we echt gaan beginnen, komt er nog een mooier, meer passend cadeau, maar voor deze handig, deze emmer die ik u graag zou willen behandelen. Hartstikke bedankt. Ja, dan heb ik nog iets aan toe te voegen. Het is natuurlijk zo, we zetten dus nogal wat neer. En hier hebben we dus de ellende van het verleden gezien wat gereinigd is. Daar wil ik wat tegenover stellen. Want zo zijn we natuurlijk ook alweer. En dat is dus eigenlijk de kunst en het symbool van de Silicon Valley. Dat is voor de gemeente Aalten. Oh, dankjewel. Heren, wat er ook nog even kijken. Het verwoordt eigenlijk het beeld dit uitdraagt. Het is natuurlijk zo dat er hier wat gebeurt dat niet alledaags is. Dat heeft
hierna ook nog wel een vervolg. En het gaat hier om toch techniek. En het mooie van dit is, dit wordt nog met de hand gemaakt. Terwijl wij natuurlijk met high-tech bezig zijn, met professionele machines en dergelijke, dus die combinatie doet het wel. Plus, omdat het dus uniek is en elk ding eigenlijk anders is, is dat natuurlijk ook een expositie van die Silicon Valley, want wij zijn met dingen bezig die ook niet alledaags zijn. Dus dat is telkens weer aanpassen en oké, daar moeten we onze jonge ingenieurs dus aan werken. Wij hebben nog meer plan. Het zal er niet bij blijven. We zien nu al komen dat eigenlijk de roep naar dit bedrijf heel erg groot is. De stress is naverland. Dus we zitten mensen op het ogenblik in Frankrijk, er zitten mensen van ons in Finland, er zitten mensen in Noorwegen. Dus zover is het al gekomen. Dus dat is hier af en toe wel eens een beetje leeg. Nou, de heren die erachter staan, die weten ervan. Dus die zijn ook al in Noorwegen geweest, dat was vorige week. Dus het begint een internationale allure te krijgen. En dat betekent ook dat de roep naar nog meer expertise steeds groter wordt. We zijn dus inmiddels met de gemeente ook al in onderhandeling om dus nog een investering in Aalto te doen. Daar wordt nog over gesproken. Maar de bedoeling is wel dat we hier straks dus nog meer testfaciliteiten kunnen krijgen om die wereldmarkt te bedienen. Dat wil ik nog even aan toevoegen. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Ja. Maar daar kunnen we verder niks over zeggen. Dat houden we nog even. Dat houden we nog even. Ja, dank u wel. Ja, geen dank. Ik zal het een mooie plaats op het gemeentehuis weer. Ik dank het wordt, dus het is het Silicon Valley symbool. Ik zit nog te twijfelen of die in de collegekamer zullen doen of zeg maar in de hal waar die zeg maar, openbaar, waar iedereen eigenlijk komt. Of wel in de collegekamer, daar gaan we nog even over nadenken. Die komt er denk ik als wij wat verder zijn. Dan okay. Maken we een wat grotere en die mag niet zijn. Dan gaat eerst de collegekamer. Oké, dank u wel. En we gaan ingezameld, voortvarend. We gaan gewoon door. En hoe groter het wordt, hoe beter het is. Nou, het is natuurlijk zo. Oké, we hebben natuurlijk die vraag wel eens gekregen: waarom doe je dat in de Krimpregio? Ik bedoel, die vraag die krijg je wel eens over mij. Ja. Nou, dat goed, het antwoord is heel simpel: waarom niet? Maar het is natuurlijk toch het belang van veel. En we hebben het hier ook over veiligheid, waar wij aan bijdragen. Dus, Dat is niet anders dat jullie dan met z'n hier gaan clusteren. Dus we zijn ook met instanties bezig, dus het heeft nogal wat. Maar in ieder geval, we zien nu al op die markt ontbeert toch een behoorlijk stukje kennis. En dat is hier aanwezig, dat maakt Aalto uniek. Dat betekent dat Aalto dus echt op de kaart wordt gemaakt. Dus inderdaad, dat wordt vervolgd. Nog meer dan nu. Ja, toch. Je kan je het niet voorstellen, maar het is toch zo. Ja, ja, maar het zingt dus echt rond. Hè? Dus, ja, ik heb hier, ik ben bij Nederlandse bedrijven geweest, Aalto, waar ligt dat? Ik bedoel, dat is... Ja, ik denk Martin Stor is ook hier. Ja. Martin was gisteren bij het Lentdiner aanwezig. Kon ik helaas op zo'n omstandigheden niet aanwezig zijn. Maar leert u van mij, het beperkt zich niet tot Aalto. Nee, dat is Den Haag gekend en ik heb straks begrepen dat Den Haag ook hier komt. Om te kijken of we daar wat mee kunnen doen, maar misschien Martin, kun je nog daar iets... Nou, wat eigenlijk heel erg leuk was, het was een bijeenkomst waar dus 22 Kamerleden waren en een hele groep mensen vanuit de Achterhoek. En hadden zo'n woordenwolk, toen kun je dus met je pc, kan iedereen een, wat komt nou bij je op als zijn de Achterhoek in? En toen kwam er dus levensgroot Aalto in beeld. Dus er waren een paar mensen die hadden allemaal Aalto ingediend. Dus dat was eigenlijk best onverwacht, maar ik vind het wel leuk om hier even te memoreren. Dus Aalto is heel groot in beeld geweest. En inderdaad, ik heb gisteren met twee Kamerleden gesproken en we gaan proberen een afspraak te maken om te kijken hoe we dat kunnen stellen. Nou goed, dat is natuurlijk ook een beetje de support die we dus nodig gaan krijgen. Kijk, het bedrijf zelf, dat marcheert. Hè? Daar hoeven we ons geen zorgen voor te maken. Dit staat gewoon allemaal. Maar we zijn natuurlijk toch vaak afhankelijk van een stempeltje hier en een stempeltje daar. En dan begint het. Hè? En we hebben het met regelgeving te doen. En daar wil je natuurlijk toch een beetje assistentie bij krijgen. Want dat is niet mijn ding. Ik vlieg de wereld vooral voor en ik word wel blij mee op de markt toch. Maar om dit tot een succes te krijgen. Heb je dus inderdaad, we moeten clusteren, we moeten dus zorgen dat we mensen bij krijgen die dus zeggen, oké, wij hebben ook iets ergens te melden. Nou, zo zijn we dus ook met onze toeleveranciers bezig. We zijn in feite met instanties toch wel bezig om te kijken van, kunnen we hier participeren, kunnen we meedoen. En dan heb ik het niet over financieel, maar het is eigenlijk dat steuntje waar we het ook over gehad hebben om te kijken van, hoe kunnen we dit nou zo effectief maken
dat het dus in feite de status krijgt dat het dus gewoon goed is. Hè? En dat is nu ook trouwens al gebeurd. Hè? Ik heb een project in Kazachstan waar dus iedereen het af niet weet. Men durft dus niet, hè? Want ja, het is toch een beetje risico. Uiteindelijk zijn ze bij mij terechtgekomen, ik heb het allemaal uitgewerkt en ik heb gezegd, als ik naar buiten ga, krijg ik een stempje, ik zet een stempje, oké? En dat werd oké. En nou, het project is voor ons. Dus het werkt wel. Dus ja, je zit in die fase toch naar die een beetje zelfcertificatie. En dat is denk ik toch al het geval, want ja, het gaat een beetje van het normale. Dus ja, dat is het goede hieraan. Hartstikke goed. Oké.